bruiloft. Op foto's was te zien hoe hij zijn schoonmoeder omarmde en dat de gasten niet genoeg afstand hielden. Het kwam Grapperhaus op flinke kritiek te staan, ook in de Kamer. De minister gaat akkoord met de boete van het OM. Het RIVM zegt dat schaarste altijd een rol heeft gespeeld bij het advies aan het personeel in de ouderenzorg om geen mondkapje te dragen. Oppositiepartijen en oudere organisaties dachten dat het advies er was omdat werken zonder mondkapje veilig zou zijn en zijn laaiend. Nu er genoeg mondkapjes zijn, wordt geadviseerd om ze wel te gebruiken. Twee mannen hebben gisteravond in Rotterdam een 11-jarig meisje bedreigd met een pistool. Ze belde aan bij een huis in Noord toen het meisje opendeed en duwde haar opzij. De moeder vluchtte met haar twee kinderen naar buiten. De mannen namen verschillende spullen mee, waaronder een televisie, en zijn spoorloos. En dan nog het weer van Weer Online. De zon schijnt en vanavond koelt het snel af naar minimaal 6 graden in het binnenland vannacht. Morgen opnieuw zonnig en in het zuiden kan het met 25 graden zomers warm worden. En tot zover het ANP nieuws. 1 Twente. Weet wat er speelt in Twente. Iedere dag praten we hierbij over alles wat er in Twente gebeurt. Via radio, tv en online. 1 Twente. Zondag is de finale van de Tour de France. Enschedeze wielerlegende Henny Kuiper won de Tour 2 maal zelf. Bijna. Hij schuift bij ons aan. Hadden we eerder al een oehoe in de studio, vandaag nog zo'n exotisch beest. We adopteerden hem een paar maanden geleden, Jan de Rode Baartergaan. In het dorp Hengelo bekijken we de impact van de Tweede Wereldoorlog op Hengelo. En Enschede's GroenLinks-raadslid Marianne Schouten geeft zich letterlijk bloot om haar boodschap kracht bij te zetten. Het is vrijdag 18 september. Dit is 1 Twente vandaag. Goedemiddag. Ja, goedemiddag Niels. Leuk dat je er bent. Voordat we gaan beginnen, nieuws vanuit de rechtbank over de grootste Twentse moordzaak ooit. Het Openbaar Ministerie eiste vanochtend levenslang tegen Camille A. en zijn zoons Dejan en Denis uit Hengelo voor de moord op 4 mannen in een growshop in Enschede in november 2018. En dan, Niels, jij staat volgens mij bij ons in de studio, want je bent zojuist hier weggelopen. Klopt dat? Zeker, dat heb je helemaal goed. Want bij ons ook vandaag Fransje Immink, onze huistekenares. Fransje, welkom terug. Ja, hoi. Ik moet eigenlijk, bedenk me net, nog even mijn profielen gaan aanpassen. Met huistekenares voor 1 Twente natuurlijk. Dat zou een grote eer zijn voor ons als je dat zou doen. We hebben je 1 keer eerder gehad. Eigenlijk 2 keer eerder dat je spotprint hebt gemaakt. 1 keer van jezelf en 1 keer ook van wat je in de uitzending hebt gezien. Vandaag ga je dat opnieuw doen. Je hebt net al een beetje kunnen horen van wat erin zit vandaag. Ja. Heb je al een idee wat je gaat tekenen? Nou weet je, soms is het heel erg leuk om iets te tekenen wat je heel erg leuk vindt. Hè? Maar soms is het ook wel leuk om te tekenen waar je eigenlijk niks mee hebt. En die tour, ja, daar heb ik helemaal niks mee. Dus dat is dan ook weer inspiratie. Ja. Je hebt nu 2 mannen in de studio zitten die echt puristen zijn. ik ben benieuwd, daar ga je dus mogelijk wel iets mee kunnen? En altijd, het is satire, hè, jongens, dus neem het met een korreltje zout. Ja. Nou ja, we gaan je deze uitzending blijven volgen. We gaan stiekem over je schouder meekijken. En ik ben reuze benieuwd wat je ervan gaat maken. Einde van de uitzending kom ik hier terug. En dan gaan we zien wat voor spotprint het dit keer is geworden. Ja, en veel plezier met je gasten. En dankjewel, succes. Dank je. Wereldkampioen, Olympisch kampioen en Nederlands kampioen op de weg. 3 etappes in de Ronde van Spanje, 3 etappes in de Tour de France en 2 keer tweede in het eindklassement. Winnaar Milaan-San Remo, de Ronde van Vlaanderen en de hel van het noorden, Parijs-Roubaix. Een palmares waar je als wielrenner alleen maar van kunt dromen, tenzij je Henny Kuiper heet. Inmiddels is Henny Kuiper bij ons aangeschoven in de studio. Henny, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, we hebben vooraf even afgesproken. We gaan elkaar met je aanspreken. Goed. Dus even dat het duidelijk is. Ben je de coronacrisis een beetje goed doorgekomen? Ja, je hebt geen keuze. Je moet gewoon de regels volgen. En in wielrennen moet je discipline hebben. Dat heb ik nu in mijn privéleven ook wel. Dus opletten en voorzichtig zijn. En dan blijft er nog genoeg leuks over, hoor. Ja, want we gaan het zo meteen ook even over de geschiedenis hebben. Maar nu eerst, dit seizoen, dit rare wielerseizoen, een coronaseizoen. Ja, hoe kijk jij hier eigenlijk tegenaan, hoe het nu gaat? Ja, ik vind het wel mooi dat mensen het lef hebben om te proberen dat te doen wat nog kan. Maar er blijft een risico. En ik moet wel zeggen, Frankrijk is een tweede vaderland. En de Tour is een militaire operatie, anders kan het ook nooit. En het voordeel is, voor hun voordeel
Iedereen heeft een sticker op de motor, de auto. Dus als je niet naar de meester luistert, dan moet je in de hoek staan. En de tweede keer, dan word je gewoon naar huis gestuurd. Dus die discipline kunnen ze veel strakker doorvoeren dan wat in Nederland gebeurt. Iedereen wil er toch nog onderuit komen vaak. En dat is daar echt niet het geval. En dat vind ik wel mooi dat het nog kan. En ja, en het is wel bijzonder dat die wedstrijden zijn in 3 maanden gecomprimeerd. Klassiekers. Ja, we krijgen Parijs-Roubaix, dus dat zijn we wel gewend in de maand april. Maar. Ja, want het is natuurlijk ook een heel raar seizoen. De Tour de France komt direct achteraan, de Giro. We hebben de Vuelta. Jij zou al de hele televisie op 4 schermen zo wat aan moeten hebben. Ja, hij gaat bijna niet uit, hij blijft warm. Ja, want we zitten nu... Heb je al vierkante ogen? Ja, dat valt wel mee. Okay. Nee, maar ik kan het ook wel relativeren, hoor. Okay. Ja, want we zitten nu 3e week toe. Wat vind je eigenlijk van het spektakel wat momenteel al los is gebarsten? Ja, het is mijn 33. Ik heb zelf 33 Tour de France meegedaan in Frankrijk. En ik volg het nu van op afstand. Maar het is een sportevenement. Ik zeg, het is net een spannende film van 3 weken. En het is onvoorstelbaar hoe ze het elk jaar weer voor elkaar krijgen. Dat, dus morgen is de tijdrit en dan gaat het toch beslist worden. Het is ja, en een groot feest als je naar Parijs gaat. Ja, het is een prachtig evenement. Ja, want voor de mensen die dus thuis zitten en nog nooit zijn geweest. Ik ben zelf ook een keer naar de Tour de France. Het is eigenlijk een hele poeha wat er omheen komt. Met de karavaan, alles erop en eraan. Wat het ook mooier maakt. Dat mag je in Frankrijk niet zeggen. Oh. Want de poeha, dus de reclamekaravaan, dat hoor ik vaak van het Nederlands. La poeha. Ja, nee, poeha niet, maar ik stond te kijken. En 2 minuten en ze waren weer weg. Ja, maar in Frankrijk overstijgt het wielrennen de sport. Het is ook cultuur. De maillot jaune, dat is. De opa gaat aan de kant van de weg staan met kleinkind. En die gaat zoeken waar de maillot jaune is. Zo. En terwijl ze al 2, 3 uur hebben staan wachten op de reclamekaravaan, want die geeft cadeautjes. Schijnt ook dat de kracht geweest is van de Tour. Die komen ook in arme streken. En dat hebben ze heel geliefd gemaakt met die reclamekaravaan om cadeautjes te geven. Dus dat is wel gegroeid. En die is al meer dan 100 jaar oud. Yeah. Dus die heeft wel recht van spreken. En ja, Frankrijk is er ook wel een land voor. Hè? Je komt in streken waar 364 dagen niks te beleven valt. Je ziet wel met tv-beelden in die bergen. En dan komt dat spektakel daardoor. Dat is wel heel apart. En de verhalen zijn natuurlijk prachtig. Ja, het zijn het, in de Tour zeg je altijd, het hele peloton zijn alleen maar andere verhalen. Nu is er in dit peloton eigenlijk een groot geel verhaal. En dan heb ik het niet over de maillot jaune, de gele trui, maar over team Jumbo-Visma. Ben je verbaasd wat ze hebben gemaakt? Nou, ik vind het fantastisch. Ik spreek met bewondering uit hoe ze het allemaal gedaan hebben en hoe hard ze gewerkt hebben. Hoe iedereen op elkaar ingespeeld is en... Ja, het is ook echt een vriendenploeg. Dat je ziet dat wat ze allemaal voor elkaar over hebben. Ja, en ja, Eendracht maakt macht, heet dat dan. Hè? Ja. En je moet het wel kunnen. Ja, dat is natuurlijk ook waar. We hebben nu dus 2 Slovenen die aan kop rijden. Pogačar en Primož Roglič. Maar in 1980, gaan we even terug in de tijd. Ja. Toen reden de 2 Nederlanders aan kop. Valt dat eigenlijk te vergelijken? De strijd die je had met Joop Zoetemelk toen de tijd. Ja, de eerste week was ik echt verreweg de beste. We met Hino in Parijs-Roubaix. We kwamen van Frankfurt via Metz, Luik, naar Roubaix. En in 3 dagen hadden we al 25 uur regen gehad. Was niet normaal. Wind op kop, koud. En daar pakte ik 2 minuten. Toen stond ik goed in het klassement, maar de laatste week was Joop verreweg de beste. Maar het was wel sportgeschiedenis voor Nederland. We werden 1 en 2 in de Tour. Ja. Ik denk niet dat het nog zo gauw weer gebeurt. Nee, want tegenwoordig, we gaan maar even ook over een eerdere Tour. Er is, nu in het wielrennen is er zoiets van een dubbel kopmanschap. Had jij daarvan gehoord in 1977? Toen is eigenlijk een dubbel kopmanschap, heeft jou met 48 seconden de Tourwinst niet opgeleverd. Ja, daar kun je van allerlei dingen op loslaten. Maar het loopt zoals het loopt. En ze hebben nu ook, zijn ook met 3 kopmannen. Ze zeggen, gaan ze wel dat doen? Ik heb gelijk gezegd, ze moeten met het sterkst mogelijke team naar die Tour gaan. En is Stefan Kruiswijk nog afgevallen met een val. Maar je moet op volle oorlogsterkte dan beginnen. Maar bij ons waren misschien de afspraken niet zo goed. En ik was ook niet direct iemand die met de vuist op tafel sloeg.
En dan loopt als het loopt. Wat is een dubbel kopmanschap? Een dubbel kopmanschap is wanneer je eigenlijk de twee renners in jouw ploeg, die normaal gesproken niet in één klassement zouden rijden, maar in allerlei verschillende grote rondes dan geplaatst worden, die dan met z'n tweeën in één gaat. Dan gaat de Tour dus verder. En naarmate je ziet wie er beter is in de Tour, die krijgt dan het kopmanschap toegewenst. Je wijst twee mogelijke winnaars aan. Ja, je verdeelt het risico eigenlijk. Ja, ja. Je gaat het risico op de twee man zetten. Als eentje valt of pech of ziek wordt, ja, dat is dat een. Je kunt het van alles noemen. Maar tegenwoordig gaat het om zoveel geld. En voor een sponsor is het wel fijn. Maar we hebben nu al kopman aan huis gegaan. Bernal is een mooi voorbeeld. Die hebben Ineos, de rijkste ploeg uit peloton. Die had tot gisteren nog niks gewonnen. En de kopman viel uit. En Bardet is er al uit bij de Fransen, bij ACDR. Thibaut rijdt niet goed. En als je er dan twee hebt, dan kun je nog overschakelen op iemand anders. Ja. Maar ja, dat moet je dan wel hebben. En bij ons was dat wel, het is wel echt luxe wat je dan hebt. Dan behoor je wel tot de grotere van een peloton. Mag ik eens een vraag stellen vanuit mijn bleuwe kijk naar het wielrenvak? Ik had net ook met Fransje, onze spotsprenttekenares, die zei ook al van, die zei zelf in de uitzending, ja, ik heb er niet zoveel mee. Volgens mij is wielrennen iets van you hate it or love it bijna. Er zijn mensen die kijken echt de hele tour, kijken ze. Maar er zijn ook mensen die zeggen, wat bezielt die mensen eigenlijk? Henny, wat bezielt jou? Mij? Ja. Ja, dat is denk ik voor iedereen wel verschillend. Hè. Als ik naar mezelf kijk, vind ik, maar dat is nog weinig onderbelicht. Ik heb het altijd blijven zien als sport. En ik vond het mooi om, en niet om jou te verslaan en hem te verslaan, maar gewoon een doel te stellen en dan liefst zo zwaar en hoog mogelijk. Strijd tegen jezelf ook. Ja, nee, maar bewijzen. Bijvoorbeeld Parijs-Roubaix winnen. Ik herinner me nog dat ik met de auto eerst met de fiets van Deneken naar Oldenzaal met de trein naar Zutphen. En van Zutphen met een auto, een deuxchauffeurtje, een lelijk eend, naar België en reed ik met de eerste keer op de kazei. Ik werd allerlaatste. Maar ik was een gelukkig mens, want ik had iets gedaan wat ik leuk vond. En zo heb ik me bekwaamd. En later word je dan, win je de Koninginnenklassieker, heet dat dan, Parijs-Roubaix in de hel van het noorden. 60 kilometer kazei bij de allerbeste. Ja, daar kreeg ik wel een kick van. Dat vond ik mooi. Mezelf overwinnen en bewijzen. Dat heb ik toch gedaan. Maar er zijn ook, ik heb ook jongens meegemaakt die doodziek waren wanneer hij won of zo, een concurrent won. Ja, wat is dat? Goede mentaliteit, dat is jaloezie. Maar elk mens is daar in verschillend. En psychologie is denk ik nog ver onderbelicht in de sport. Daar kun je nog heel veel mee winnen. Het is al belangrijk met wie je op de kamer slaapt. Als jij een beetje week bent, dan heb je juist iemand nodig en die jou echt continu eens een keer of in je kont schopt of bijpraat. Ja. Eddie Merckx was de grootste van allemaal, maar als hij 3 minuten voor lag, dan, ja, bang, is de grootste geweest. Dus geweldig rennen, maar die had altijd nog, of de angst. De psychologische achterstand. Hij zat ja, dat hij bang was dat hij misschien toch nog geklopt werd. En er speelt heel veel. Maar wat mij, en terug naar de vraag, dan, ik vond het gewoon mooi, alle uitdagingen. En ik vond het in het begin ook, vooral bij de amateurs, het reizen hartstikke leuk. Want het is nu niet meer voor te stellen, want de wereld is een dorp geworden. Maar toen was het nog naar België gaan te koersen. Ik kwam 's nachts om 2:30 terug thuis. En de laatste 50 kilometer ik op de fiets. Omdat mijn chauffeur, die woonde in Olswije. En die zei, ja, ik moest dan naar het verjaardag. Je red je nou wel. En ben ik vanaf tussen Marklo en Goor, fiets voor op sturen, ben ik naar huis gepeddeld. Dus ja, dat kan je niet meer voorstellen. Dat is gebeurd. Het was een van mijn mooiste dagen. Want ik was in België geweest. Ik had het meegemaakt, weet je. En ik werd al laatste. Kun je zo wat slecht. Nee, ik vond het prachtig. Maar had je geen nacht meer? Ik als wielerfan, ik zit dan naar de tv te kijken. En ik heb het al bijna zwaar met het kijken van Parijs-Roubaix. Dat is toch onwerkelijk om dat te fietsen? Ja, maar dan moet je er als een keer naartoe gaan. Dan is het nog anders. Want dat kun je echt niet voorstellen. Zeg, dat hier rijden. Waarom is het onwerkelijk? Wat maakt het onwerkelijk dan? De weg. De hel van het noorden. De kasseien? Je kunt in Enschede hier geen weg vinden die zo slecht is als in Parijs. Nee. Ja. Alhoewel is het natuurlijk. Maar is dat ook eng dan? Ik kan me ook voorstellen dat je dan aan de start staat en denkt, waar ben ik eigenlijk aan begonnen? Wat doe ik hier? Ja, maar een motorcoureur of Verstappen.
Als je bang bent, moet je gelijk stoppen. Ja. Ook in een sprint, dat ziet er ook gevaarlijk uit. Maar als je erin zit, en, maar dat, zoals nu wat nu gebeurt is in Polen... Maar ben je dan sowieso geen bang man? Ben je sowieso in het leven wel gewoon een... Ja, nou, geef ik ben niet zo'n haantje de voorste, echt niet. Maar ik kan wel koelbloedig zijn. En dat moet je denk ik wel zijn. Voor jezelf en voor de concurrentie. En op een gegeven moment dan moet je de nek omdraaien, hè? Sportief. Als je denkt, nu gaat het lukken, of uitproberen. Gebeurt dat ook wel eens dan tijdens de rit dat je even in je ooghoek kijkt... en dat je gewoon een blik van verstandhouding met je tegenstander hebt... Jazeker. En dat je denkt, ik maak je helemaal kapot vandaag. Nou, dat nog niet zozeer, maar je moet je moment afwachten. Je voelt ook aan je benen. Ze vragen altijd, zijn de benen goed, hè? Dus dat wil zeggen, voel je je goed, hè? En als je goed bent, dan zie je nog een paardenbloemen langs de kant van de weg... Ik reed weer KN75, mijn broer was daar. Ik zag hem elke ronde staan. En er waren supporters uit Hengelo, die zag ik elke ronde staan. En dan is net of het onderbewustzijn veel beter werkt. Ja. En ook je hersen. Maar dan zie je ook een stukje glas wat er op de weg ligt, zie je ook. Daar rij je omheen. Want het gevaar is overal. En dan zie je ook de concurrentie die dan op het juiste moment aanpakt. Je moet een beetje denken aan Max Verstappen, die noemde hem net al. Als hij goed in de wedstrijd zit, maar hij heeft eigenlijk niks meer te doen... dan volgens mij kan hij bijna gaan zingen in zijn auto. Dan krijg je dat. Maar hij moet zich ontzettend concentreren. Dat maar zegt hij ook, hè? Hij heeft nog extra ruimte in zijn hoofd. En dan bij hem is het nog zo. Hij kan nog veel beter, maar zijn bolide laat hem in de steek. Want hij zou wel graag in die van Dinges willen rijden. In van Mercedes is het, geloof ik. En die zijn nog veel beter. Heb je wel eens gezongen tijdens de Tour? Ja, ik kan heel goed zingen. Ik kan een goed rapport voor zingen. Ja. Of goed cijfer op het rapport voor zingen in de school. Wij hebben eventjes gevraagd. Ik heb een kunstenaar in Duitsland gevonden uit Woepertaal. En die heeft een kunstwerk voor jou gemaakt. Dat is Horst Brosny. Die heeft speciaal voor jou een kunstwerk gemaakt. En die zal hier zometeen op de schermen hier verschijnen. Okay. Heb jij dit ooit gezien? Het kunstwerk heb ik niet gezien, maar hij stuurt me regelmatig mails. Maar ik heb er nooit zo eerlijk veel aandacht aan besteed. Maar hij is wel een heel druk baasje, want ik weet ook niet hoeveel mensen hem volgen. Maar, nog redelijk wat wielerfans. En ik stuitte er toevallig op dat hij een post voor jou had... met eigenlijk alle belangrijke data in je leven, zeg maar. Van de koersen die je hebt behaald. Als je goed kijkt, dan zie je heel dunnetjes ook gewoon de winst... die jij overal hebt gepakt van de klassiekers. Ja. Maar zoals dit past dan precies in een museum van je. Deze Alpe d'Huez, neem die 7-7, die foto. Zie ik zo. Mooi. Ja. Maar nu zei ik al even, het past wel in een museum. Want je hebt natuurlijk heel veel gewonnen, hele grote verhalen. Maar jij hebt ook een museum daarmee begonnen. Ja, Enschede Deerdenkamp. Dat is mijn ouders huis aan het kanaal Annenotto. Dat is maar 20 kilometer. Dus ik zou zeggen, Enschede, kom eens een keer kijken. Want het is echt de moeite waard. Dus... Want was zo'n museum echt nodig? Had je zoveel dingetjes thuis in kisten liggen dat je denkt, weet je wat, ik koop gewoon een vitrine en ik leg het erin? Nou, ik ben absoluut geen iemand van die bij in leven zijn in een museum moet. Maar dat loopt zoals het loopt. Vriend van kennissen die begon erover, wilde iets doen met in de ene kant met de culturele raad. Ik had heel veel bewaard. Bijvoorbeeld, ik heb mijn sleutelbeen gebroken. Met een harde val. Ik heb die plaat die erin staat, die is er later uitgegaan. 4 van de 6 schroeven heb ik daar nog van. Die staat nu op de schouw. En die liggen daar ook. Dus die kunnen naar de oude knie van Henny Kuiper kijken. Ja, en ik heb nog een keer met hard werken in Wierden. Mijn eerste bekertje was wel voor de tweede plaats, heb ik daar staan. Maar ook een bolletjestrui, de regenboogtrui, de gouden medaille van... en ook de trui waar ik in gereden heb. Ik heb ook de trui van Parijs erbij onder de modder. Ongewassen hangt er nog. Fietsen die... Mensen die me geïnteresseerd in materiaal. Mijn eerste hartslagmeter. Dat was een kastje, die moest helemaal om je borst bouwen. Ja, om je borst bouwen. Ja, en dat verloop. En ook van racekoentjes met plaatjes eronder. Wat allerlei, ook dan de oude fietsen waarmee je echt met je bek op de kabels lag, zeg maar. Ja, tussen de kabels. Dat was de uitspraak. Ik ging de hele dag tussen de kabels. De hele dag afzien. Hè. Die staat ook waar ik wereld Olympisch kampioen op ben geworden. Ja. Dat is echt wel leuk. Mooi. Mag ik jou bedanken, Henny Kuiper, dat je toch nog even bent aangeschoven bij ons... om even over de stand van zaken momenteel te praten... en ook de mensen even hebt laten weten hoe het nou met Henny Kuiper gaat. Oké, dankjewel. Graag gedaan. Veel plezier, hè, nog dit weekend. Ja. De ontknoping, daar komt het.
Zometeen in de nieuwe aflevering van Het Dorp Hengelo zien we dat de impact van de Tweede Wereldoorlog op Hengelo is geweest. Maar eerst... Ja, dit vind ik wel een mooi dingetje. We hadden een paar maanden geleden Gooby de Oehoe hier in de studio. Dat leverde ons een ondergescheten studiotelefoon op. Maar daardoor ook zendtijd in de landelijke talkshow op 1. Wat het volgende item gaat opleveren staat nog in de sterren geschreven. Ik vind het zelf iets wat spannend om een tipje van de sluier op te lichten. Even een terugblik. Dit gebeurde er in Eentwente vandaag op 21 juli. Even een kaart achter je, met die, zoals we dat kennen, vaak zo'n plattegrond van een dierentuin, zoals het eruit kan zien. Maar er staat bijvoorbeeld naast Mini Zoo, die er dus is, met bijvoorbeeld nandoes, wasberen en rode baardagamen, wat het ook mogen zijn. Misschien kun je dat straks nog vertellen. Een van de dingen die we hebben gedaan om dat verder te doen, is ook een compleet adoptieplan opstellen. Een adoptieplan? Een adoptieplan waarbij bezoekers en mensen die een warm hart hebben voor de dieren, die kunnen een dier bij ons uitkiezen en die kunnen ze adopteren voor een jaar. En dat kan bijvoorbeeld zijn Prikkel, het stekelvarken, maar ook Bruce, de bamboehaai, om ons toch een klein beetje financiële steun te geven en te zorgen dat dat dier geadopteerd wordt en we wel door kunnen ontwikkelen met onze mooie plannen. Is de wilde baardagaam al geadopteerd? Die is nog niet geadopteerd, dus je pakt gelijk een goede eruit. Maar stel nou even, ik zeg maar iets geks, dat wij besluiten met onze omroep om de wilde baardagaam te adopteren. Wat ik op zich geen gek plan vind. hoe gaat dat dan in zijn werk en hoeveel kost dat ons dan? Nou, als je dat zou willen doen, waarvoor uiteraard allereerst hartelijk dank. Wij hebben op onze website, hebben wij op de homepage een button staan, adopteer een dier. En als gasten daarop klikken, dan bij die button, als gasten daarop klikken, dan komen ze op onze adoptiepagina. En daar zie je, ik zal even de plaatjes erbij houden voor de voor hij de staat er hoor, links onderin, Jan. Links onderin. Jan de baardagaam. Ik vind het helemaal goud. Ja. Dit gaan we gewoon doen. Nou, het is ook een geweldig dier. Ik zal de historie heel even kort houden, maar het zijn twee baardagamen. Die hebben we in huis gehad. En die zijn genaamd naar mijn schoonouders, Jan en Gerry. Dus dat is wel een leuk verhaal. En wij hadden die... Nee, maar dat maakt niet uit. En wij hadden thuis... Sorry? Wat vinden zij? Ja, die vinden dat helemaal geweldig. Die vinden het helemaal geweldig. Ja, nou ja, je raadt het al, hè? Hij is er. Hij is hier. Jan, daar ben je. Jan de Rode Baardagaam, onze soort van adoptiezoon. Ja, ik vind dit zo'n prachtig beestje. Als je meekijkt op 120.nl kun je hem dus ook zien. Je kunt er gewoon aaien. Het voelt een beetje als een... ik weet niet, ik heb nog nooit zoiets gevoeld. Ja, het voelt als een dinosaurus. Hoe vaak heb je die nou geaaid, man? Mm-hmm. En, ja, is een heel mooi beestje. Ja. Geweldig. En ook bij hem, je hoort hem al, Tim Rijmers. Tim, je bent... eigenlijke eigenaar van Jan, toch? Nou, ja, eigenlijk wel. Ik heb mezelf als huisdier gehouden, inderdaad. En op een gegeven moment dachten wij van... hij kan eigenlijk beter in het park terecht. Daar kunnen we een groot verblijf voor hem bouwen. En dan heeft hij ook nog professionele zorg. En de bezoekers vinden hem natuurlijk ook hartstikke leuk. Ja, mm-hmm. Ja, dat kan ik me voorstellen. Mogen die hem ook aaien, de bezoekers? Of zit hij dan mooi in een kooi? Daar zit hij mooi in zijn terrarium. Ja, daar hebben we toch nog wat speciaals nieuws. Proberen we zoveel mogelijk met rust te laten. Ik zei al, hè, we hadden eerder een keer een oehoe en die ging echt op een gegeven moment voelde die zich helemaal op zijn gemak. Die ging ronddartelen over het mengpaneel, startte jingles in, scheid op de videotelefoon. Maar Jan is lekker rustig. Ja, tot nu toe wel. Ik weet niet of hij een beetje van de mix houdt, maar... maar hij zit hier natuurlijk op het studiomeubel. Wat is Jans normale habitat? Ja, van nature komen ze eigenlijk voor in een beetje Zuidoost-Australië. En dan vooral de woestijn en droge graslanden. En daar jaagt hij op krekels en kleine insecten. Wat doet dat dan met Jan dat hij hier nu zo zit? En toch al drukte in de studio, is dat apart voor hem? Heeft hij dan ook zoiets van, blijf wat stiller zitten dan normaal? Of is het sowieso best wel een stil beestje? Ja, het is sowieso best wel een rustig dier. Hij komt niet snel in actie als het niet hoeft. Maar sowieso hebben wij van tevoren even goed nagedacht van welke dieren kunnen wij wel uit de dierentuin halen en welke niet. En dit is een van de dieren die eigenlijk het beste mee kan. Omdat hij zelf ook als huisdier is gehouden. Dus hij is het gewend om bij mensen te zijn. En daarnaast is het ook gewoon een van de dieren die het meest rustig blijven. Ja, nou gelukkig maar. Wat, zou die kunnen bijten bijvoorbeeld? Of is dat... In principe kan elk beest bijten, maar ik heb het hem nog nooit zien doen. Nee, oké. Het is een vriendelijke baardagaan. Zeker. Hey, want je zei al, hij is huisdier geweest van jullie, bij jullie thuis. Ja. Want Jan, de naam, dat hoorden we net ook al, dat is de naam van jouw opa. Ja, klopt helemaal. Ja.
Vertel eens, hoe ging dat? Toen jullie Jan kregen, toen was hij nog een kleine Jan, de watergang? Ja, toen was hij denk ik ongeveer zo lang, een centimeter of 7, 8. Dus, en dat is inmiddels ook al 8 jaar geleden, dus flink wat bijgekomen. Maar we hadden ze gekocht en volgens mij kwamen opa en oma ook als eerste kijken. En we hadden nog geen naam. En hij zat samen met een vrouwtje, die heette Scherrie, dat is mijn oma. Ja, en toen hebben we samen die naam gekozen. Dus zo zijn we er eigenlijk opgekomen. En ze zijn tot op de dag van vandaag volgens mij erg vereerd. Lijken ze ook een beetje, of niet? Nou ja, dat zou ik ook weer niet zeggen. Maar, dan moet je oppassen. Ja, precies. Er zijn ook wel aardige dingen uit, Niels. Ja. Hij is dus uiteindelijk gegroeid, hè? Je gaf hem... wat geef je hem te eten eigenlijk dan? Ja, krekels krijgt hij en allerlei soorten groenten dus, en fruit. Dus banaan, slamix en krekels. Wat is een vegetariër? Omnivoor. Dus echt insecten en allerlei groentes. Ja. Ja. Uiteindelijk werd hij zo groot als dat hij dan nu ongeveer is. En toen groeide hij eigenlijk uit zijn terrarium. Nou, dat viel nog wel mee. Maar want ik had best wel een breed terrarium. Ik had hem echt 2 meter breed. Want ik dacht wel van, als ik het ga doen, dan ga ik het ook goed doen. Maar inmiddels heeft hij nog wel iets groter gekregen. En ook wat hoger. En daar is hij dol op. Ja, dan kan hij lekker hoog klimmen. Want nu zit hij bij jullie in Hof van Ekbergen. En hoe groot is dat terrarium waar hij dan in zit nu? Het is nu ook iets van 1,80 hoog, 1,80 breed en dan nog een meter diep. Ja, en zit hij samen met Gerry? Ja, zit hij samen lekker met gezellig. Gerry. Ja, op zijn oude dag, hoe oud is Jan eigenlijk? Nu ongeveer 9 jaar. Is dat dus, oud voor een baard te gaan? Ja, ze worden ongeveer 15 jaar. Oké. Okay. Dus nog niet super oud, maar... Even volhouden nog, Jan. Hij is ook niet de jongste meer. Nee. Dus we adopteren gewoon een hele oude adoptiezoon eigenlijk. Nou ja, een jaar of 50 in mensenjaren dan, denk ik. Ja, ja, zoiets. Oh, we hebben een stukje voedsel nog. Wat is dit? Geen voedsel. Dit is een vervelling. Oh, dit is, oh ja, tuurlijk, ja. Dus dit is wat er vanaf komt. Oh, hij wil naar de computer toe. De oh, ja, hij voelt zich inmiddels een beetje op zijn gemak. Ja. De muis te pakken. Nee. Hij mag ook naar het mengpaneel. Misschien gaat hij ook wel jingles instarten. Maar dit is een vervelling, ja? Ja. Het voelt inderdaad. Het voelt een beetje als een, hoe noem je dat? Liché, zo'n ding wat je bij de Chinees kunt eten. Zo'n huid voelt het een beetje. Ja. Dat is apart, hoor. Geinig, zeg. Zoals nu zie je ook hoe rustig die is. En hij kijkt gewoon een beetje om zich heen. En hij geniet een beetje van het gezelschap. Nou ja, ik ging even in de wereld van de baartergamen duiken. En op YouTube, eigenlijk de eerste hit die je vindt, is een vrouw. En die heeft op een baartergam gekocht. En die had hem als huisdier. En die zegt op een gegeven moment eigenlijk, ja, ik merkte toch dat we hem niet konden bieden wat hij nodig heeft. En die zegt dan, ja, ik vind eigenlijk baartergamen horen geen huisdieren te zijn. En wat ze horen in het wild. Wat zou jij dan zeggen als je zoiets hoort van... Hey, jullie hebben een baartergaan bijvoorbeeld in de dierentuin. Ja, dat hoort daar niet. Die kritiek heb je natuurlijk nog wel eens, hè, over dieren in dierentuinen. Ja, tuurlijk. Die heb je altijd. Wat ik er vooral op zou zeggen is dat wij wel professionals zijn met onze dieren. En dat we er echt goed uitgezocht hebben en goed voor zorgen. Het probleem vaak als mensen baartergaan als een huisdier houden... is dat ze niet goed geïnformeerd zijn. Ja. Hij kijkt je aan. Ja. Ook die handjes over elkaar. Moet je oppassen. Ja, ook die handjes over elkaar. Bijvoorbeeld fouten die vaak worden gemaakt... is dat er een UVB-lamp wordt vergeten. En daardoor krijgt hij niet zeg maar natuurlijk zonlicht... of wat hij normaal zou halen uit natuurlijk zonlicht. En daardoor kan hij geen calcium omzetten. En dan krijgen ze heel veel ziektes met hun botten en dat soort dingen. Dus als mensen niet goed geïnformeerd zijn... dan kan het inderdaad tot veel problemen leiden. Normaal zit hij... Hey Jan, what's up, man? Kijk zo. En normaal leeft hij dus onder een hoge dosis zonlicht ook. Ja, zeker. Ja, de woestijn van Australië. Dus dat kan je je wel voorstellen. Wat is dan zijn... want hij gaat aan de wandel. Hij gaat aan de wandel. Ja, Jan, wat je doen? Heen wil. Wat is zijn ja, hij mag gerust deze kant op komen. Wat is zijn natuurlijke vijand eigenlijk? Dat verschilt een beetje. Kijk, er leeft natuurlijk van alles gevaarlijks in Australië. Maar het kan bijvoorbeeld zijn of de wilde honden, dus de dingo's die daar leven. Of slangen of van alles. Dus eigenlijk moet hij voor alles oppassen. En daarom duurt het ook wel even voordat je hem zo rustig hebt. Mm-hmm. Maar als huisdier zijn ze eigenlijk best wel aanhankelijk. Hey. Ja, zo kijkt hij nu niet, maar... Hey Jan, what's up? Ja, hij kijkt mij nu wel aan van... volgens mij beginnen we een band te creëren, of niet, Jan? Ja. Ik heb hier nog een microfoon, maar ik weet niet... is Jan een beetje spraakzaam? Jan, hoe is het? Nee, Jan... Ja, blijft akelig stil. Jan is trouwens een rode baartergaam, maar hij is toch overwegend geel. Ja, maar hij heeft rode tinten, dus wij noemen het de rode baartergaam. Maar het is gewoon één soort, het is gewoon de baartergaam. Alleen doordat ze door de mensen redelijk veel worden gehouden en gekweekt... heeft deze wat meer rode tinten. Vergeleken met de normale, die is wat meer geel. Dus vandaar dat wij het de rode baartergaam noemen.
Maar... het is wel leuk om te vertellen. We zagen het net al in de video. De achtergrond dat Jan hier natuurlijk ook is. Mm-hmm. Is dat wij Jan soort van eigenlijk in een opwelling hebben besloten te adopteren. Toen jouw vader Maarten, directeur van Hof van Eckbergen, hier was. En vertelde over jullie adoptieprogramma bij Hof van Eckbergen. Ja. Toen hebben we Jan als omroep geadopteerd. Dus we zijn ook heel trots op dat hij er nu is. Maar daar hoort nog iets bij vanuit jullie kant? Ja, ik heb hier de adoptiecertificaat. Die kunnen jullie hier mooi ophangen. Met de handtekening van ons en van Jan erop. Oké, Jan heeft zijn eigen handtekening. Oh, geweldig. Ja, je kunt het hier zien. Geweldig. De handtekening van Jan de Rode Baard Agaan. En hier nog de brief die erbij hoort. Belevingspark met dierentuin en restaurant Hof van Eckbergen bevestigt dat 120 voor de periode van 1 jaar Jan de Rode Baard Agaan heeft geadopteerd. Van juli 2020 tot en met juli 2021. Super vet. Ja, en dan hebben we verder, dat hoort bij elke adoptie, nog 2 vrijkaartjes. Zodat jullie hem ook in zijn eigen terrarium nog een keertje kunnen komen bekijken. Oh, geweldig. We komen sowieso nog een keer. Oh, jij begint aan het studiomeubel te likken nu. Oh, is het nu alweer zo laat? Ja, dit is. Heb je de telefoon? Interessant, ja. Maar, ik ga bij de telefoon staan. Hey, dus ding maar. Wij hebben omgekeerd. Dachten wij van, ja, hoe kunnen wij nou Jan, zeg maar... Ja, hij is nu hier in levende lijven, maar normaal natuurlijk gelukkig bij jullie in het terrarium, waar hij hoort. Maar wij hebben gedacht, we moeten natuurlijk ook een beetje in huis halen. Dus van onze kant... Even kijken of hij wegloopt. Hebben wij ook besloten om een foto van Jan... meer dan levensgroot te printen. En deze hangt... al een tijdje bij ons op de redactie. Als een soort van museumstuk met begeleidende tekst. Om Jan daar ook te vereeuwigen. Dus wij zijn ontzettend blij dat dat zo op die manier kan. Mm-hmm. Even nog over Hof van Eckbergen zelf. Hoe gaat het inmiddels? Want jullie zijn sinds een korte tijd een officiële dierentuin. Ja, dat is sinds april. En daar blijven we eigenlijk gewoon in ontwikkeling. Alleen dat is nu wel heel lastig gebleken door corona. En alles wat daarbij komt. Daardoor zijn toch wel een hoop plannen dat je die wel even moet uitstellen. Ja. En mede daarom hebben wij ook de adopties voor de dieren opgezet. Zodat mensen toch nog ons een beetje kunnen steunen in deze tijd. De dieren de winter door kunnen helpen. Ja, precies. Nou, daar zorgen wij sowieso wel voor. Dat is sowieso geen issue. Want bij ons staat dierenwelzijn wel heel hoog. Maar het probleem is vooral dat... wij hebben natuurlijk ruim 8 weken dichtgezeten. En dat is 0 omzet. Maar de kosten van je dierentuin gaan wel gewoon door. Ja, precies, ja. Mm-hmm. Jij hebt ook een rol gespeeld, geloof ik, hè, bij dat hele totstandkoming dat jullie een dierentuin werden. Want je studeert zelf biologie. Ja, klopt. In Groningen. Inmiddels mijn 3e jaar. Ja, ja. Ben je ook van plan om met Hof van Eckbergen... Heb je nog grote plannen met de zaak? Ja, je hebt altijd wel je plannen en je dromen. En wat je zelf heel leuk vindt. Maar we moeten ook natuurlijk wel ons eigen imago blijven hebben. En ik moet niet de hele tijd aan één kant trekken dat het één grote dierentuin wordt. Maar ik heb toen inderdaad die dierentuinvergunning... ben ik met de aanvraag bezig geweest. Nou, daar komt een hoop bij kijken. Hij likt aan mijn laptop. Hij heeft het wel naar zijn zin. Hij heeft het zeker naar zijn zin. Ja, goed zo, Jan. Je bent ook een beetje thuis zo, hè? Ja, agossie. Ja, maar dus het feit dat jullie nu een dierentuin zijn geworden... biedt ook mogelijkheden voor de toekomst, hè? Ja, absoluut. Als jij zelf... ik neem aan, je bent zelf bioloog in wording. Mm-hmm. Zoon van de directeur van Hof van Eckbergen. Wat is jouw eigen droom? Wat zou het moeten worden wat jou betreft? Ja, wat zou het moeten worden? Het liefst gewoon groter, mooier, meer bezoekers. Maar ik kan nu niet iets specifieks noemen dat ik er heel graag bij zou willen. Oh, hij moet niet van de tafel afvallen. Nee. Maarten grijpt even in. Jan die wil al op mijn laptop kruipen. Ja. Nou, dat is helemaal prima. Maar nu wilde hij ook naar jou toe. Ja. En we zagen trouwens nog iets interessants op jullie website voorbij komen. En toch nog wel eventjes naar kijken. Geluid mag even iets eraf. Namelijk de geboorte van een nieuw dier. Wat is dit? Ja, dit is een jonge alpaca. Dit is denk ik 2 of 3 maanden geleden. Ja. En die is inmiddels ook al wel een stuk groter. Maar hier zie je hoe die eigenlijk zijn eerste stapjes probeert al te zetten. Vrij snel na de geboorte. Meestal na een uurtje kunnen ze al ongeveer staan. En eigenlijk hebben wij elk jaar ook wel een jonge alpaca. Dus dat is altijd wel echt heel leuk om te zien. Ja, super vet. We hebben 2 vrijkaartjes van jullie gekregen, waarvoor hartstikke dank. Ja. Bedankt ook, Tim, dat je aan wilde schrijven om even te vertellen over Jan en zijn achtergrond. Mm-hmm. Je wordt nog iets bij aangeschoven. Ja, ik heb nog een heleboel meer vrijkaartjes eigenlijk. Oh. En die mogen jullie bijvoorbeeld de komende 2 weken. Het zijn er in totaal 30.
En die mogen jullie de komende 2 weken aan leuke luisteraars uitdelen. Dat gaan we doen. Nou, kijk eens aan. Dus ja, als je luistert of je zit in de auto of je kijkt de livestream bij ons, kijk dan binnenkort even op onze Facebook. Dan gaan we deze kaartjes weggeven en wees er snel bij, want ze gaan best hard. Ja, en wij komen met de redactieleden die dat leuk vinden. En dat zijn er denk ik wel een aantal. Komen we zeker nog een keer langs om bij jullie bijvoorbeeld ook deze newborn alpaca te bekijken. Hartstikke leuk. Tim Rijmers was bij ons samen met onze adoptiezoon reptiel Jan de Rode Baard aan gaan. Jan, het ga je goed, jongen. Doe er goed aan Gerry. Dankjewel. Hengelo staat bekend om zijn wederopbouwarchitectuur. Na de Tweede Wereldoorlog werden er 3 pleinen aangelegd. Een bestuursplein, het stationsplein en het marktplein als hart van het centrum. In een korte serie duiken we elke vrijdag samen met Hans den Greul van Stichting Erfgoed Hengelo in het verleden van de stad. Deze week kijken we naar de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog zijn geweest op de infrastructuur van Hengelo. De oorlog had namelijk veel impact, want het grootste gedeelte van Hengelo, van de stad, werd plat gebombardeerd. 550 panden, totaal vernietigd, 45 zwaar beschadigd en 2750 licht beschadigd. Nou, daar is dit nog maar een deel van, maar wel een heel belangrijk deel, want dit is de kern van wat nu de binnenstad is en wat toen de kern van het dorp was. In 1 keer weg. En dat was niet alleen het ergste. Het allerergste was dat er ook nog 112 Hengelo'ers gedood zijn bij dat bombardement. En hier op de voorgrond zien we mensen bezig met het opruimen van het puin op de plek van wat toen de telge was. En daar stond vroeger de COSA. En de COSA is zwaar gebombardeerd, is volledig weggevaagd. En daar waren een groot aantal medewerkers die allemaal gedood zijn. En voor die medewerkers heeft de COSA, de maatschappij ter herinnering aan die medewerkers, heeft die een gedenksteen gemaakt. En die gedenksteen hangt nu op de begraafplaats aan de Bordse straat. En het bombardement heeft maar 10 minuten, kwartier geduurd. En het hele telge was verwoest. En het zie je te COSA dat zij ter herdenking aan hun personeelsleden deze steen hebben willen maken. En we zijn heel blij dat hij nu hier aan de wand van de begraafplaats op de Bordse straat hangt, zodat hij voor iedereen ook toegankelijk is en te zien is. Hengelo was de eerste gemeente die na de oorlog met zijn wederopbouwplan in Den Haag kwam. Want je moest in Den Haag goedkeuring hebben. En Hengelo die was al voortvarend bezig, was al begonnen voor de bevrijding, voor 3 april. En was dus de allereerste stad die zijn plan indiende na het beëindigen van de oorlog. Maar het bijzondere van de wederopbouw van Hengelo is dat het en om de binnenstad gaat en om de industrie. Dat was ontzettend belangrijk, want zonder industrie, zonder werkgelegenheid kon je je niet ontwikkelen. Maar wat Den Haag betreft, Den Haag had de ambitie voor Hengelo dat wij de hoofdstad van Twente zouden worden. Ja, en dat is dus niet doorgegaan uiteindelijk. De markt is een heel mooi voorbeeld van de wederopbouwarchitectuur. Dit is een van de weinige marktpleinen die op deze manier ontworpen zijn. Alle winkelpanden moesten daaromheen gesitueerd worden. Dit was het commerciële centrum. En bovendien moest het ook een openbare functie kunnen vervullen. In de eerste plaats toen in die tijd voor de tap toe. Maar ook voor de markt uiteraard 2 keer per week. Maar ook voor bijvoorbeeld om Koninginnedag te vieren, om de kermis te houden. Dus het had een hele belangrijke publieke functie en het had ook een belangrijke commerciële functie. Maar er zijn veel andere voorbeelden, hele mooie voorbeelden. En we gaan nu een stukje door de Nieuwstraat lopen om te laten zien hoe de wederopbouw in de Nieuwstraat eruit is gaan zien. En hier aan de linkerkant zien we een mooie rij met wederopbouwpanden. Allemaal vooral in de traditionele bouw opgebouwd. Dat wil zeggen veel baksteen. Er is zelfs daar een blauwachtige baksteen toegepast. Met ook baksteenornementen daarin. Als we dan even kijken naar de rechterkant, dan komen we hier langs een hele andere vorm van wederopbouwarchitectuur. Dit is namelijk helemaal uit beton opgezet. Dit is niet de traditionele wederopbouw, maar dit is de moderne wederopbouw. Er zitten jammer genoeg nu plastic ramen in, maar dat zal vroeger zeker stalen ramen geweest zijn.
Dat is een mooi geheel geworden, alleen heel erg verwaarloosd. En ik ben blij dat Wel bij ons dat nu aangekocht heeft en dat hij het gaat opknappen. Ja, we lopen nu even naar een heel bijzonder pand toe, wat een belangrijke rol gespeeld heeft bij de ontwikkeling van de wederopbouwplannen. De architect Van Wezenmaal heeft samen met stedenbouwkundige Poederooijen zijn aan de slag gegaan om het herbouwplan Noord te maken. Wij noemen het hier wederopbouwplan, maar het officieel heet het herbouwplan Noord. En daar zijn ze echt heel enthousiast mee aan de gang gegaan en hebben ze prachtige plannen gemaakt. En zelfs zo enthousiast dat in december 1945, om precies te zijn op 22 december, waren ze in staat om de plannen tentoon te stellen. En daarmee aan de bevolking van Hengelo te tonen. En waar deden ze dat nou? Dat deden ze hier, achter mij, in de Nieuwstraat op nummer 41. Prachtige maquetten hadden ze gemaakt, mooie tekeningen aan de wand. En meubels, het moderne wonen, werd getoond. Zodat het nieuwe leven voor de Hengelomers daarmee in beeld gebracht werd. Straks een nieuw gedicht van Regine Hilhorst staat sinds gisteren op het station Enschede. Hoe belangrijk is de dichtkunst voor een stad? We vragen het aan Regine. Zometeen dus, maar eerst naar een bijzondere foto. Ja, Marianne Schouten van GroenLinks in Enschede geeft zich namelijk letterlijk bloot om haar boodschap kracht bij te zetten. Haar boodschap is: onze toekomst moet groener, gezonder en socialer. Haar instrument? Deze naaktfoto. Ja, Marianne, goedemiddag. Hallo. Mooie foto. Jammer van het bord. Begrijp ik. Dit is wel even politiek next level. Dank je voor het compliment. Nou ja, dat het is. Dat weet ik dus niet zo goed. Want de mate waarin... Ja, dit is wel even een volgend instrument, zeg maar. Dit is, je hebt een debat en dan zeg je van... Nou, maar nu ga ik echt... Ja, blijkbaar broeit er iets zo van binnen dat je zegt van... Ja, dan ga ik wel... Laten zien wat de mensen willen zien om een boodschap naar buiten te brengen. Ja, nou, in die zin laten zien wat de mensen willen zien. Het bord zit er gelukkig voor, want anders denk ik niet dat de foto naar buiten was gebracht. Dan had ik daar niet op die manier aan meegewerkt. Maar het is voor mij vooral een soort kunstvorm om te laten zien... Jongens, kom op, we moeten wakker worden. Het moet echt anders. Dus deels ben je raadslid en doe je dat in de raadzaal en heb je daar debat. Maar daarnaast ben je natuurlijk ook gewoon inwoner en volksvertegenwoordiger. En voor mijn idee zijn er heel veel mensen die als ze naar deze foto kijken het gevoel snappen en zich ook hetzelfde voelen. Even voor luisteraars, we zien jou hier liggen in water ergens, geloof ik, hè? Ja. En je hebt een bord over je lichaam. Daarop staat wake up and act now. Wanneer was het moment dat je dacht, dit ga ik doen? Het was een proces. Ik heb al de afgelopen maanden foto's gemaakt van mensen... die ook met een bord op de foto wilden. Netjes met kleding aan en een bord. Om te laten zien dat heel veel mensen dezelfde boodschap belangrijk vinden. Om duurzaamheid. En dat heel veel mensen duurzaamheid graag meer op de voorgrond willen. Om dat te laten zien. Dus er liep al een soort proces van mensen in de media meer aandacht geven. Dat ging al heel mooi. Alleen ik merk nu vooral ook met de coronacrisis... dat het onderwerp gaat meer naar de achtergrond. Terwijl het voor mijn idee moet het onderwerp en zijn. We willen naar een toekomstbestendig leven samen op aarde. En dan mogen we dat stuk van duurzaamheid niet vergeten. Ja. Dus ik voelde zo die onmacht. En ik had denk ik ook in de zomervakantie... zat ik met een vriendin thuis, en dat is ook de fotograaf Tessa Wiegerink... te brainstormen van wat kunnen we nog meer doen... En dit was eigenlijk in eerste instantie een therapiesessie. Van hey, laten we met die borden op pad gaan en kijken wat we kunnen doen. Ook een soort kunsttraject voor haar om te maken. En deze foto is een resultaat geworden. Waarom eigenlijk in het water? In het water, omdat als we zo doorgaan, zijn we straks Enschede aan zee. Dus we zijn, letterlijk? Ja, letterlijk zijn we aan het verdrinken. En figuurlijk, voor mijn gevoel, ben ik ook aan het verdrinken. Want ik probeer de boodschap heel duidelijk naar voren te brengen... op de plek waar het hoort, in de raadzaal. Maar daar is de grote meerderheid toch van mening... dat ze de feiten kunnen negeren en dat ze anders mogen stemmen. Nou, je schrijft in een begeleidend stukje op Facebook bij deze foto... als raadslid van GroenLinks in de gemeente Enschede... voel ik me erg kwetsbaar en alleen, erg naakt... Waar komt dat gevoel vandaan?
het gevoel is juist het stuk dat dus niet bij grote meerderheid gekozen wordt om de klimaatcrisis serieus te nemen. Om in die zin sociaal en groen aan een toekomst te bouwen. Want die punten laten we nu liggen. En deels is dat omdat we een geldkwestie hebben van het geld kan maar één keer uitgegeven worden. Dus aan de ene kant snap ik het wel. Maar dat is vooral te snappen als je de noodzaak van het probleem niet echt voelt. Want in 2050 moeten we klimaatneutraal zijn. En hoe de wetenschap er nu bij ligt, ik heb hier ook een hele map mee met artikelen van het afgelopen jaar die gepubliceerd zijn, waarin ook staat, we moeten aan de bak. Wetenschappers die schreeuwen, dat moet. Het is 5 voor 12. Het is echt de laatste kans om het nu aan te pakken. Maar op welke manier zie je dan in de raadzaal bijvoorbeeld dat er wat jou betreft te weinig erkenning voor is? In die zin dat, ik zag bijvoorbeeld gisteren natuurlijk een interessant beeld van Trump tegenover wetenschappers die zeggen, meneer Trump, deze bosbranden in Californië komen door klimaatopwarming. En hij zegt daar gewoon, ja sorry, maar daar geloof ik niet in. Ik geloof niet dat wij bijdrage daarin hebben in die opwarming van de aarde. Dus daar kan ik niks mee. In dat geval, als zelfs al Trump dat zegt, zo'n grote machthebber op aarde, hè, en misschien zijn er ook mensen in de Enschedese raadzaal die daar zo tegenaan kijken, dan ben je toch uiteindelijk gewoon een roepende in de woestijn. Ja, maar ik hoop dus op deze manier een extra appel te doen op mensen die nu ook nog steeds twijfelen, of ook omdat ze misschien als wetenschapper op een ander gebied of als ambtenaar of op welke plek je dan ook werkt. Als je denkt, ja, ik wil me eigenlijk niet zo heel erg uitspreken, want dat kost mijn positie hier en nu misschien reputatieschade. Maar de oproep is vooral, ik geef me hier bloot. Mensen, sta alsjeblieft op als je gelooft dat die noodzaak zo zwaar is en zo aanwezig is. Want alleen samen kunnen we die boodschap uitdragen, maar en misschien wel de Trumps van Enschede meekrijgen. Veranderen. Ja. Daar geloof je echt in. Want in de raadzaal zitten er blijkbaar ook nogal een aantal. Ja. Of is het zo dat zij er wel in geloven, maar er niet zo mee bezig zijn? Hoe leeft dat eigenlijk? Ja, dat is lastig inschatten. Je kan natuurlijk andere prioriteiten hebben en dit misschien wel een stukje geloven. Maar als je echt gelooft dat het 5 voor 12 is, moet je handelen. Dus als je dat niet doet, ja, dan geloof je er kennelijk niet genoeg in. En wat is dan, wat zou jij, noem eens 3 dingen die je als eerst zou aanpakken als jij aan de teugel zou mogen zitten? Jij zou Donald Trump zijn. Als ik Donald Trump zou zijn. Jij zou de leider van Amerika zijn. Alles kan met duurzame energie. We kunnen dat aanpakken. We kunnen productieketen kunnen we veel meer lokaal maken. En dan heb je al die reisuitstoot heb je ook niet nodig. Je kan heel erg kijken hoe je biodiversiteit kunt versterken. Hoe we dus minder plastic en minder rotzooi de wereld in helpen. Dat zijn al 3 punten. En zo kun je veel meer bedenken. En wat ik ook merk, en misschien als voorbeeldje ook, het groene bandje, de symboliek van, je hoeft niet per se bij GroenLinks te zitten. Ik zit daarbij omdat dat voor mij past. Maar vanuit andere partijen mag je natuurlijk net zo goed die toekomst heel belangrijk vinden. Dus werk daar vooral met z'n allen aan samen. En zorg ervoor dat je samen die stem heel goed laat horen. En op deze manier hoop ik het onderwerp ook wat bespreekbaarder, wat luchtiger te hebben gemaakt. Dat mensen er op die manier ook voor openstaan om het gesprek wat meer te voeren. En het is nu vrijdag, dat is Fridays for Future, dat is elke vrijdag. En volgende week vrijdag is het weer Fridays for Future, een internationale grote actie. Dan wil ik zelf ook voor het stadhuis gaan zitten. En ik hoop dat heel veel andere mensen willen aansluiten. Met kleding? Oh. Ja. Misschien met een, je mag natuurlijk een ludiek pakje aan of je mag een gitaar meenemen of gekke dingen meenemen. Liever niet naakt, dat is misschien net een beetje te heftig als mensen dat gaan doen. Maar zorg er wel voor dat het onderwerp blijft leven en onder de aandacht komt. Ik zat ook even te denken van als jij nou, jij gaat eigenlijk, wat ik al zei, hè, je maakt dat die volgende stap, next level. Je gaat min of meer naakt om je boodschap naar buiten te brengen. Wat moeten dan de tegenstander politici in Enschede hier nog weer tegenover zetten? De non-believers. Ja, het is nu natuurlijk heel erg naakt geframed. Ik vind het vooral ook dat het kunstzinnig geframed is en dat je de aandacht ervoor wil pakken. Bij deze misschien ook sorry aan collega's die denken, nou, waar is er dan nu weer mee bezig? Zijn er collega's die er zo tegenaan kijken? Heb je reacties gekregen? Ik weet het nog niet. Ik denk dat die nog gaan komen. Ja? Maar welke reacties heb je tot nu toe gehad? Hele positieve. Ja? En ook juist van mensen die denk ik ook heel erg de onmacht snappen. En ook snappen van ja, het is een gekke wereld. We zijn heel erg één kant opgeslagen. De roer moet nu echt om. Hoe gaan we dat doen? Dus hoe krijg je ook die aandacht? En ouders vonden er ook wat van trouwens, toch? Sorry. Ja. Want jij hebt het je wel eens verteld. Jij komt uit een PVV-nest.
Ja, dus je zult misschien ook familieleden hebben die meer aan de kant van Trump staan. Die denken, joh, we moeten niet zoveel geld uitgeven aan het hele duurzaamheidsverhaal. Ja, maar ik merk zelfs binnen mijn familie wel dat ze de noodzaak steeds meer voelen. Nu krijgen ze natuurlijk wel heel veel informatie mee, omdat ik er heel erg mee bezig ben. Maar je kunt er ook bijna niet meer omheen. Als je in de krant kijkt, er zijn steeds meer artikelen die er heel erg op wijzen dat het slechter gaat. Dat dieren uitsterven, dat zeeën vervuild raken. Dat we hier droogtes hebben in Enschede. Het komt steeds meer naar voren dat het echt zo is. En dat is dan wat we zelf kunnen ervaren. Maar natuurlijk hebben we gewoon de feiten, hebben we de wetenschap die dat nog weer anders ondersteunt. Mm-hmm. En ja, deze foto is voor mij in die zin echt de symboliek van, jongens, hoe kan het zo zijn dat we daar niet naar luisteren? Dus een tegenfoto. Ik ben benieuwd wat daar dan echt zo op komt. Ik heb een aantal raadsleden in mijn hoofd van, ik denk, doe het niet. En ik heb nog een leukigheidje voor jullie. Want voor mijn idee mag Team Toekomst meer gaan ontstaan. En is dat niet alleen GroenLinks waar ik bij zit, maar is dat juist veel breder? Mogen alle mensen daaraan meedoen? Ik krijg van jou een één groen lint. Een soort van ding wat je om zou kunnen krijgen bij gym, is het? Ja, dat zou kunnen. Het is gerecycled. Het is een t-shirt geweest. En ik zou graag willen oproepen, jullie hebben nu de primeur. We kunnen dus protestacties doen. We kunnen natuurlijk heel veel andere dingen doen. Je kunt andere partijen ook mailen of bedrijven mailen of andere acties bedenken om dit meer onder de aandacht te krijgen. Mm-hmm. Maar met het bandje om dacht ik, kunnen we hier niet heel mooi Team Toekomst mee bedenken? Dat je dus als je mensen ziet die het bandje om hebben, dat je een box of een high five of een duim naar elkaar kunt doen van, hey, we staan aan dezelfde kant en we willen echt dat de toekomst groen en gezond gaat zijn. Ja, maar dat is een ander verhaal. Want de ene gelooft in een andere toekomst natuurlijk. En hoe we die toekomst gaan bereiken. Ja, maar samen kunnen we daar natuurlijk uitkomen als we wel de feiten voor waren. Ik ben wel voor Team Toekomst. Dat sowieso. Maar hoe we dat gaan bereiken, daar moet ik nog even voor mezelf verder over nadenken. Dat is ook natuurlijk niet mijn waarheid. Daar moeten we met elkaar politiek uitzien te komen. Zeker. En daar heb jij weer een bijdrage aan geleverd aan die dialoog. Door deze foto. Bedankt dat je daarover wilde vertellen. En bedankt voor je kwetsbaarheid in deze. Dank je. Graag gedaan. Marianne Schouten. Ja, dan in de verborgen hoekjes van Enschede zijn er vele dichters. Je ziet ze niet en je hoort ze niet, maar ze zijn er wel. Een van die dichters is Regien Hilhorst, voorzitter van de stichting Die Dichters in Enschede. Haar gedicht stond al op het Wilmingplein, maar is nu vereeuwigd in het station van Enschede. Gisteren werd het gedicht verplaatst. Vanochtend gingen we langs met de schrijfster. Station Enschede. Daar staat ze. Mijn krullenkind in blauwe jas. Hallo. Gerugzak terug met weekendpas en was. Ik zwaai, ze ziet me niet. Haar blik mobiel gericht op het nieuwste nu. Ik roep, joehoe, hier ben ik, hier. Ze hoort me niet. Dichten is, sommige mensen vinden dichten echt eng. Ja. En ik denk, dichten is niet eng. Dichten is een, vind voor mij in ieder geval een manier om mijn chaos op een rijtje te krijgen. En als je daar wat in getraind wordt, dan is het niet zo ingewikkeld als je denkt. Dit gedicht Station Enschede gaat over mijn dochter, hè, of een soort van dochter, want het is niet helemaal waar wat er staat. Dat gedicht hing al op het Wilmingplein. En wij hebben als Stichting Dichters in Enschede hebben de taak om poëzie in Enschede en Twente te promoten. En de gedichten op het Wilmingplein, hè, die worden elk jaar ververst. Dus mijn gedicht Station Enschede is nu... Het was een keer klaar. Het was klaar, dat was dus maar een jaar. En toen zei eigenlijk Marion Kok van de Tubans, ja, die zei wat zonde, dat gedicht moet op het station. En dat had ik eigenlijk nooit bedacht, ja. Hier komt het gedicht het meest tot zijn recht. Want hier heb ik het ook bedacht, weet je. Dat ik kwam mijn dochter vaak ophalen. En het is niet letterlijk, maar dat je... Iedereen is mobiel op zijn dingetje aan het kijken. En niet bezig met hallo handbereik. Ze ziet me, roept, waar was je nou? Ik app me suf. Ik grijp mijn mobiel en app dat ik er ben. Ze lacht en houdt me vast. Hier zijn we. Hier. En we hebben aan de telefoon schrijfster, dichter en alleskunner, zou je kunnen zeggen, Regien Hilhorst. Regien, goedemiddag. Goedemiddag, hallo. Hoe trots ben je? Ja, dit is echt heel mooi. Wat ik al net in het filmpje zei, het gedicht is gemaakt, bedacht toen ik op het station mijn dochter kwam halen. Dus
dat het nu echt op het station hangt en niet eventjes, maar een soort van permanent is, vind ik heel stoer, vind ik heel fijn. Lijkt me heel apart inderdaad, als jouw gedicht daar dan zo inderdaad permanent mag hangen. Ja, zeker. Is dit nou de eerste stap voor Enschede om meer gedichten de stad in te krijgen? Ik spreek hier even ook als voorzitter van Stichting Dichters in Enschede. We zijn daar natuurlijk al heel hard mee bezig. Wat jullie al zeiden, op het Wilminkplein worden elk jaar gedichten gehangen. Misschien heb je dat wel eens gezien op van die schermen. En elk jaar worden die gedichten ververst. Met altijd een gedicht van Willem Wilmink. Harry Banning hangt er nu ook bij. Nieuwe gedichten van de stadsdichter, van de junior stadsdichter. Van de winnaar van het Kottenpark gedichtenwedstrijd. Altijd de twee dichters van Dichters in Enschede. Dus het gaat best goed eigenlijk al. Dus dat doen we al. En dat wou ik heel graag even melden. Op 27 september, dat is op zondag om 12 uur... op het pop-up terras van Stanislaus Bruskovic. Op het Wilmingplein. Bruskovic, ja. Dan gaan we de gedichten officieel verversen... met het trio 054 erbij, Ton Ouwehand en consorten. Dus daar nodig ik sowieso mensen voor uit, 12 uur, coronaproof. Gaan we het buiten doen en als het slecht weer is, om 12 uur binnen in de Stadsbrouwerij, Ministerkerk, Stadsgravenstraat. Zo zijn wij bezig en wij zijn een stichting geworden sinds februari, omdat wij graag de poëzie in Enschede en omstreken nog meer een platform willen geven. We willen dat het zichtbaar wordt. Dat het waarom eigenlijk, Regien? Waarom is dichtkunst eigenlijk belangrijk voor de stad? Ja, waarom is het belangrijk? Voor mij is het belangrijk, wat ik zei, om een chaos te ordenen. En wat ik altijd hoop en waar ik ook nu wel meer reacties op krijg, is dat het ook voor andere mensen wat kan zijn. Weet je, het is toch een soort andere weerspiegeling van wat er gebeurt. Of een filosofische inslag of een creatief en anders verpakte formulering van wat er aan de hand is. En je hoopt heel erg met poëzie andere mensen te raken. Hoe groot is Enschede eigenlijk qua dichters? Hebben wij nou een grote stad qua dichters? Hebben wij een medium? Ik kan het niet goed inschatten. Denk jij wel? We hebben dus een dichtersclub, hè, die is ooit ontstaan toen het stadjunior of het stadsdichten, de stadsdichter Enschede vorm kreeg. Dus alle groepen, alle oud-stadsdichters gingen zich verzamelen. Die hadden een groep nodig, zeg maar, hè, om elkaar te versterken, om dingen met elkaar te bespreken. En daar zaten ook andere dichters bij, als Bert de Haan helaas overleden, Joop van Haag ook helaas overleden. Junior stadsdichters hebben we. Die zitten ook altijd bij ons. Die worden gecoacht door de stadsdichter. Op dit moment is dat Jos Eertink. Dus eigenlijk iedereen. Iedereen die wordt daar gecombineerd in één grote groep. En dat is dan de groep Dichters in Enschede, oftewel Stichting Die. En dat die groep, weet je, daar gaan wel eens mensen af en er komen wel eens mensen bij. En ik wil ook heel graag, dat is ook mijn taak, om mensen op te roepen die graag willen dichten om contact met ons te zoeken. Want we zoeken uitbreiding. En wij willen gewoon een platform zijn. Waar kunnen mensen zich aanmelden? Mensen kunnen zich bij de dichters, www.dichtersinenschede.nl, kun je altijd contact zoeken met ons. We zijn ook op Facebook actief. Je kan ook naar mij appen, bellen, wat dan ook. Dus overal kun je terecht. Wat zegt hij? Overal kun je terecht, dus om uiteindelijk bij de dichtersstichting Die te komen, Dichters in Enschede. Ja, en we doen dus belangrijke dingen, weet je. We wilden eigenlijk een poëziefestival in oktober doen. Dat gaat niet door vanwege corona. Maar we zijn in de Poëzieweek in januari actief. We geven elk jaar een nieuwe bundel uit. We zijn heel erg bezig met dat junior stadsdichten. Er is een hele campagne nu aan de gang. Daar zijn we heel actief mee bezig. We hebben altijd muziek- en poëzie-lunchconcerten aankomende 24 september... is dat ook weer in de Arkenzaal. En daar heb ik, dat vind ik wel heel leuk. Ik had in juli uitzending een keer Hester Kerkels en Alice Portel gehoord. Ja. Nou, en zij treden op. En
dus 24 september om 12:30, Aartenzaal, muziekcentrum. Wees erbij. Ja, wees erbij. En zo zijn er nog veel meer dingen. We gaan bij het Van het Haag en Wal Festival, heb je misschien ook al van gehoord. Daar gaan wij een soort dichterstour doen. Nou, daar wil ik misschien nog graag een keertje live, als ik niet meer verkouden ben, over spreken. Dan zeggen we het zo, Regien. Dan kom jij binnenkort kom je een keer langs en dan gaan we het er even over hebben. Nu wil ik jou heel erg bedanken dat jij even telefonisch te woord bent gestaan. En ik wil je heel erg feliciteren nog met het gedicht wat momenteel op het station in Enschede hangt. Regine, dank je wel. Oké, tot later. Hoi. Ja, want inmiddels weer aangeschoven, of nou aangeschoven, staat weer in de studio van het Balengebouw. Niels, je staat daar of niet? Hallo? Ik sta hier al een tijdje. Ah, kijk. Even op Regien's afronding aan het wachten. Ja, want je zit hier nog steeds. Ja. Fransje Immink natuurlijk, onze huistekenares. Je hebt uiteindelijk 2 werken weten te maken van de uitzending. Ja, ik werd heel erg geïnspireerd. Dus, en het ging heel snel, heel vlot. Dus ik heb er 2 gemaakt. Nou ja, kom er maar in. Ik weet niet of we de werken kunnen zien. Ja, dat is voor de tour. Zou ik hem voorlezen? Is misschien handig. Ja, mag. Ja. Oh, de tour. Vandaar die overdaad van uitgezakte kantoorvaders... gehezen in zo'n strak rabopakje... die de afgelopen week steeds langs mijn fiets scheren. En bedankt, hè, Fransje. Want dat is iets wat ik echt verschrikkelijk... Ja, dat snap ik gewoon niet. Dus dat vind ik opmerkelijk en denk, nu snap ik hem. Ja. Dit was waarom er zoveel mensen op een fietsje zaten de afgelopen weken. En waarom die rabopakjes? Maar dat is een heel ander ding, daar gaan we een andere keer wel over. Nee, we hebben er dus 2, dus ik ben ook wel benieuwd wat je nog meer hebt gebrouwen. Nou, ik vond die wethoudster wel interessant. Want met kunst dingen zeggen, ja, dat is natuurlijk helemaal mijn ding. Het raadslid uit Enschede? Ja, heb ik ook gedaan. Ik dacht, ik ga erop reageren. Daar staat 13.000 mensen. En ik denk, ja, inderdaad, ik ben heel erg voor klimaat en duurzaamheid. Maar ik vind 13.000 mensen die op de straat slapen in Griekenland bij Moria, vind ik net zo erg. Dus alsjeblieft politiek, niet 100 mensen, maar neem er veel meer op. Ja. Dus dat is mijn... We hebben nog wel wat ruimte volgens jou. Dat vind ik zeker, ja. Duidelijke boodschap. Ook nog een beetje politiek. Daarom. Fransje, super bedankt voor jouw werk vandaag. Ja, leuk. En graag tot de volgende keer. Ik zie jullie over maand. En we zijn inmiddels alweer aangekomen bij het einde van 120 vandaag. Vond je dit nou een leuke uitzending? Kijk dan even terug op onze socials. Daar kun je alles van deze uitzending terugvinden. Op onze website kun je alles terugvinden. En dan zien we jou na het weekend weer. Ik wens iedereen een heel prettig weekend. En tot volgende week. 120. Weet wat er speelt in Twente. Nu het ANP-nieuws. Ik ben Ingrid Anne Broersen, goedemiddag. In een dagtijd zijn er bijna 2000 nieuwe coronabesmettingen bijgekomen, weet de NOS. Zo hoog is het nog nooit eerder geweest, ook niet in april, maar toen werd er veel minder getest. Ook waren er toen honderden ziekenhuisopnames en dat is nu niet het geval. Er kwamen er 12 bij. Minister Grapperhaus moet alsnog 390 euro boete betalen...